Leuk dat jullie kijken. Volgende week is het Pasen. En mijn huis is nog niet echt helemaal in de paasfeer. Dus daarom leek het me wel leuk om daar een beetje verandering in te gaan brengen. En daarom ga ik dus vandaag... paaseieren schilderen! Woe! Nou, ik heb hier dus alles al klaar liggen. Ik heb hier zo gekookte eieren. Ik heb hier water, verf, stiften en eierdopjes. En ik heb hier nog een krant meegenomen. Want het is wel handig als je dat even op je tafel neerlegt. Zodat je tafel niet helemaal vies wordt. Nou, laten we beginnen. Ik heb hier 3 eieren. En ik heb bedacht om hiervan een smiley te gaan maken. Dus ik ga beginnen met deze schildverven. Zo. Nou, misschien kunnen we hier die onderkant nog vast van doen. Oké, die laten we even drogen. Anders kan ik hier wel even het onderkantje blauw maken. Want dan wordt het een minion. Vind ik wel leuk. Oké, dat ga ik doen. En dan worden we dit. Nou, dit krijg je dus als je verf weghaalt. Plan B, we gaan het gewoon inkleuren. Oh, dit is echt een ramp dit. Zo lelijk. Wacht, ik probeer die even. Maar ze willen gewoon niet kleuren ofzo. Als we deze dan even aan de kant zetten, dan ga ik even een ander proberen. Oké. Ik heb dit geworden. Maar er moet nu echt nog even een neus bij. Maar ik weet zeker als ik een neus ga maken dat die heel lelijk gaat worden. Nou, hij kan erger toch? Ik vind hem wel leuk. Nou, de eerste is af. Dan wacht hij hier zo op. Krijgt hij een special seat. Zo. Oké. Ik ga nu een pinguïn maken. Ik hoop wel dat het gaat lukken. Misschien doe dit. Nou, als ik echt een paar lagen maak, dan mooi zwart denk ik. Als ik nog heel veel laat drogen. Nou, ik heb even andere verf gepakt voor mijn minion. Omdat, kijk, ik ging met een stift doen en met waterverf, maar ik kreeg dit. En het ziet er niet echt heel mooi uit. Dus ik ga dit proberen en kijken of ik dan even een wat mooiere kleur kan krijgen. Zo. Oké, dan moet ik hem even drogen. Maar hij is wel alvast een stuk beter nu. Nou, wat ik zelf met paas altijd doe. Wij doen niet heel veel met paas eerlijk gezegd. Meestal wel een soort van paasbrunch. Maar voor de rest doen we niet heel erg veel. En ja, ik ben dus nu die eieren aan het versieren. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie dat wel eens doen. En wat maak je dan? Maak je dan gezichtjes? Of maak je er echt van die kunstwerken van? En laat het even weten hieronder in de reacties. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe gaat het met onze gele rakken hier? Even kijken. Nou, dat ziet op zich oké uit. Wat zal ik hiermee doen? Zal ik ook een gezichtje tekenen? Oké, ga voor. Ik vind alleen deze wenkbrauw nu echt helemaal verpest. Als je die even wegdenkt, dan is het een leuke smiley. Nou, die kan hierbij. Nu zijn ze vriendjes. Die krijgt ook een VIP place. Kijk, dat is leuk. Oké, en dan gaan we nu verder met de pinguïn. We gaan je gewoon lekker even inkleuren, want dit schiet niet op. Dit helpt wel veel beter. Nou, dat is nog wel even een werkje, zeg. Als je wel op een of andere manier helemaal zin van. Ik denk dat die zo eigenlijk wel aardig klaar is. Kijk, want we gaan er nu nog een gezichtje op tekenen. Maar dat ga ik ook gewoon met stift doen. Nou, ik vind hem best wel mooi geworden. Tadaam! Dat is best wel een leuke pinguïn nog, toch? En is die in ieder geval af. En dan komt hij hier nog eentje bij. Pam, pam, pam. Nou, hij is inmiddels wel droog geworden, dus ik ga hem nu afmaken. Even kijken, want we moeten daar, want ze hebben die minis een soort van bril op, toch? Dus kunnen we met zwart doen en een mondje. Kijk, hij is af hoor. Nog best wel leuk geworden. Hey, top. Nou, ze zijn nu alle 4 af. En ik denk dat ik ze gewoon hier zo op tafel ga laten staan. Want dat vind ik wel leuk voor versiering. Maar stel je vindt het zelf leuk om ze te verstoppen. Of je hebt nog broertjes of zusjes ermee het kunt doen. Dan kun je ze natuurlijk ook ergens in je kamer gaan verstoppen. En dan kun je op Pasen kun je ze met z'n allen gaan zoeken. Dus ik ga er nu even 2 verstoppen. Laat ik even zien wat misschien goede verstopplekken zijn. En dan kunnen jullie dat zelf thuis ook gaan doen. Even kijken. Ik denk dat ik er eentje... misschien hier zo bij deze plant... Dat wil ik opvallen. Nou, dat dacht niet zo goed. Kijk, als je het zo doet, doe ik een paar blaadjes overheen. Nou, ik vind het een goede verstopplek, hè? Oké, okay, nu 2 nog. Of misschien hier bij de vensterbank. Nou, gewoon hier doen. Dit is ook geel. Ja, gewoon net alsof het erbij hoort. Zo, kijk. Nou, dat zijn mijn 2 verstopplekken. Ik ben benieuwd of iemand het gaat vinden. En anders pak ik het zelf gewoon weer. Dit was mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik wens jullie ook allemaal alvast een fijn Pasen. En vond je deze video nou leuk? Like dan even deze video. Abonneer op het kanaal. En volg ons ook even op Instagram en op Snapchat. Doei!